dat heb je mooi gezegd. Ja, mooi hè? Ja, ik heb... weet je, wat vloeit zo. Ik heb erop geoefend. Ja. En we mogen ze echt allemaal proeven. Het is wel even een beeldje die we niet verwachten, Appie. Nou, nee, zeker niet. Kanon, hé. Het hele bewolkte grijze, heel veel wind, is het nu normaal wind, bloedje heet en zonnetje erop. Zo, dat was weer een heerlijk ochtendje. Lekker kamperen. En dan gaan we weer naar de volgende trip. Ik ga eventjes even wat weggooien. En dan word ik opgehaald door de chickie daar achter me. En dan gaan wij vandaag, is de planning ongeveer zeker 400 kilometer rijden. Wacht hoor, even weggooien. Zo, ja. Dus 400 kilometer ongeveer rijden. Richting, meer richting City. Dus het wordt wat leuk. Dus dat wordt lekker kachelen vandaag, hè? Lekker kachelen! Kachelen! Soms ben je in zo'n verlaten gebied dat je geen bereik hebt. En je dus ook niet weet waar je naartoe moet. Laten wij nou op een kruispunt staan. Maar gewoon... gewoon geen idee. Nou, uiteindelijk wisten we dat wij naar links moesten. Google offline to the rescue. Yes, inderdaad. Google offline. Leven erin. Zo. Uiteindelijk. Juist. Leven Google offline. We hebben natuurlijk een behoorlijke rit vandaag. En dan kom je door kleine gehuchtjes. En dan zien we in één keer weer zo'n silo. Kijk nou. Een hele andere tak van sport deze. Hallootjes! We hebben afgelopen nacht hebben wij niet in de natuur gestaan, helaas. Maar op Kedai Park. Want er is dus geen gratis camping in de buurt hier. Wij staan nu in hoe heet dat plaatje? Odonga. En er zijn dus geen gratis campingplekken. Dus we moesten helaas betalen. Maar deze is wel aan te raden, want $35 was echt veruit de goedkoopste. Heb je water, heb je elektra, je hebt een warme douche, alles super netjes. Dus onze Calimero staat weer klaar. Want wij gaan vandaag, we gaan natuurlijk of course uiteindelijk richting Sydney. Maar we pakken vandaag de Alpine Way mee en dan gaan we dus naar de hoogste berg van Australië. Dus ik hoop dat onze Calimero dat aan kan. Ik weet niet helemaal hoe hoog gaan. Dus we gaan naar de Australische Alpen. Even voor het idee hoe groot Australië dus is. Wij zijn nu 8 dagen aan het rijden. Ja, 8 dagen aan het rijden. 8 dagen. En we zijn nu pas zojuist de grens van Victoria over. We gaan naar New South Wales. Woehoe. Dus duurt dus een week. Als je een weekje wilt toeren, duurt het een week voordat je überhaupt de staatsgrens over. Ja. Ja. Nou, we staan op het punt om Kosciuszko National Park in te rijden. Zo, dat heb je mooi gezegd. Ja, mooi hè? Ja, ik heb... weet je, wat vloeit zo. Ik heb erop geoefend. En bij dit park moet je wel intree betalen. $17 per auto. Dus dat is totaal voor 24 uur. Ze kunnen ook nog in het park slapen. Want het is nu iets van bijna 1 uur 's middags. Dus voor die tijd zijn we toch al uit het park. En dat wordt een beetje spannend. Nou, spannend niet, maar... Nee, we hebben gehoord van haarspelbochtjes, lekker omhoog, lekker... Niet voor, geschikt. Voor onze Calimero, want zo hebben we ons bakje genoemd. Oh ja, Calimero. Ja, ik zal het er even uitleggen. Ja. Je hebt me natuurlijk net over Calimero horen praten, over onze... En waarom hebben we hem nou Calimero genoemd? Nou... Hij heeft een dopje op zijn kop. Dat is het. Nou, dus daarom onze Calimero.
kwamen we net een bordje tegen. En daar stond dus dat wij nu op een hoogte zitten van 1580 meter. En het is ook echt een stuk kouder. Zie je niet, maar het voel je wel. Dus, ik denk gewoon een graad of 7, 8 minder. Koude wind. Beetje koud. Ja, een klein beetje wel. Maar waanzinnig. Ja, het is echt wel mooi hoor. Onderweg naar onze volgende campingplek zien wij soms hier langs de weg in één keer distilleerderij. En daar rijden we altijd voorbij. En nu dachten we eigenlijk, we gaan er gewoon een keer heen. Want nou zag ik ook dat hij spirits en schnaps heeft. Kijk, dus wij staan bij Wild Crumbie Schnaps Distillery. Hoe je het ook uitspreekt. Dus we gaan ze even koelen. Het is koud. En? Ze zijn echt verrekte lekker. Ze zijn echt heel lekker. En we mogen ze echt allemaal proeven. Ja, allemaal. Alleen ik moet rijden, dus. Ja, dat is wel een. We gaan weer verder. Ja. En dit is meer. We hebben het in januari. Dus niet een jaar. Zomaar bij een distillerij stoppen is eigenlijk ook helemaal niet goed voor de portemonnee. Nee. Want welke gaan we meenemen? Van de 7 die we geproefd hebben, nemen wij mee de butterscotch. Butterscotch. Maar het is niet butterscotch zoals je denkt, butterscotch. Dat het echt een beetje chocolade mokka-achtig is. Nee. Dit is namelijk met de basis van de Pink Lady Apple butterscotch. De welbekende appel eigenlijk hier in Australië. Ja. Het is een Australische appel, hier is wat goedkoop, die ons niet te betalen. Dus het is een apartere smaak, dus wij dachten wij gaan doen. Ja. Even een rip uit je lijf, maar daar doen we het voor. Doeg. Mocht je niet. Helaas konden we dit keer ook niet gratis een plekje vinden. Nee, maar we hebben het wel weer mooi voor elkaar. Maar het was sowieso, we staan nu echt weer op zo'n park. Holiday Park dit keer. Ja, ja. We hadden online gezien iets van 30, 35 euro. Ze zegt, ja, Unpowered Site, $49. Wat, $49? Ik zeg maar, ben je dan verhoogd in prijs? Oh, ik denk, ik ga het gewoon proberen. Was het niet de $30, $35? Oh, ik kan er ook $35 van maken. Easy peasy. Oké. Okay. En we staan aan het randje. Ja. Want kijk, dit is ons uitzicht hoe wij morgenochtend wakker worden. Ik weet waar ik Want wij staan daar. Ik weet wat ik. Hier, dat is dit stukje. Heb ik mijn stoeltje. En dan heb ik lekker een bakje koffie. En wat doe ik in mijn koffie? Butterscotch. Morgenochtend aan de alcohol, natuurlijk. Ja, dus prima dit. Ja. Lekker. Dus, het is 9:15 erbij en ze zijn lekker aan het waterskiën. Je ziet het niet, maar ze zijn het wel aan het doen. En wij zijn ons klaar aan het maken met een bakje koffie. Waar ben je dan? Oh, daar. Met een bakje koffie. En we gaan zo naar Canberra toe. Kijken hoe wat we daar allemaal kunnen gaan doen. Op naar Canberra! Op naar Canberra! We zijn bijna in Canberra. En net voor Canberra heb je dus een uitzichtpunt. Ja. Waar wij nu naartoe lopen. Alleen, is dit dan Canberra? Is dat het? Het is toch de hoofdstad? Ja. Waarom is het zo klein? Het is inderdaad heel kleiner dan Sydney of Melbourne. Ja. Waarom is het dan de hoofdstad? Omdat het politieke gebeurt hier in Canberra. Eigenlijk een soort van Den Haag. Bedankt voor deze informatie. Alsjeblieft. Ja, want Den Haag is natuurlijk officieel ook een dorp. Dus kom je daar niet bij? Dat is waar. Is Den Haag ook een dorp? Of heeft het inmiddels stadsrechten gekregen? Maar het was altijd een dorp. Ja, echt. Ja, ik weet niet wat jij hebt gegeten. Nee, serieus. Goed verhaal dit. Den Haag een dorp. Nou, oké. We krijgen heel veel commentaar zo meteen. Over een Ja, dat is Den Haag een dorp. We zijn naar beneden gegaan
En we lopen nu door Canberra. We gaan even telefoonzaak opzoeken, want mijn simkaart, hartstikke leuk. Ik heb wel internet, maar voor de rest social media pakt hij helemaal niet. Ja. En wat hebben we juist nodig op zo'n race, hè? Social media. Zoals kut. En dan gaan wij even lekker lunchen hier somewhere in Canberra. En naar Parliament House, geloof ik. House. Dus daar kan je namelijk gratis krijgen rondleidingen in het Parliament House. Dus dat denk ik ook gek. Ja, en heel veel verder is in Canberra niet heel veel dus te doen. Dus we gaan gewoon een rondje maken. Wij zitten nu lekker even in het zonnetje. Oh, even. Even zo. Dan gaan we even lekker even lunchen. Lunchen in Canberra. En al echt. Telstra. Nee, echt terug. Wat gebeurde er nou? Blijkbaar was mijn social media's niet geüpdate, waardoor ze moeilijkheden gaven. Kan. In plaats dat ze dat dan hebben gezegd, dat dat ook kan gebeuren. Ja. Maar, luister. Zij zei dus dat ik 17 gig in 3 dagen er doorheen had gejet. Ze zei dat is onmogelijk. Nee, het staat op mijn scherm. Dus, je kan dus een nummer bellen, de klantservice, en dan kan je dus check your balance. En daarop stond dat ik maar 4 gig verbruikt had. Dat klopt. Dus ik loop terug naar de winkel. Van, joh, er zit ergens een kink in de kabel, want via de telefoon hoor ik inderdaad 4 gig wat klopt. En niet die 17 wat jij hebt. Ja, wat, het staat op mijn scherm, dus wat zeg je dan dat ik lieg? Zeg, ik heb het je laten zien. Dit was dus echt zo'n moment van Little Britain. Ik denk dat jullie die wel kennen met... Computer says no. Hoe? Dat die mensen bestaan. We lopen door de parkeergarage van het Parliament Building. Ja, Parliament Building. Oh, daar ben je. We weten niet zo goed wat we doen. Ja, gewoon echt goed. Maar we hadden alsnog mazzel dat je dus een hoge vehicle entrance ook hebt. Anders hadden we er niet eens kunnen staan. Yep. Dus we gaan even kijken waar we door deze betonnen jungle... het is echt een al beton. Naartoe gaan. Ja. Was dus de Tinanjara waterval. En het is dus een heel gebied waar we doorheen rijden. Maar wij gaan nu even doorgassen naar Huskinson. Want we waren er eigenlijk... De bedoeling was dat we er nu al zouden zijn, maar we hebben nog een uur te gaan. Ja, maar dat komt... Oh, maar dat komt, zegt hij. Door de kronkelige wegen en de verschrikkelijke asfalt wat hier eigenlijk is. Het gaat in de weg, dus niet normaal. Dus afremmen, weer gas geven. En net, joh. Maar we zijn wel 2 uur later dan gepland. Nou, net vloog echt gewoon mijn hoofd tegen het dak op, joh. Jimmy, die was echt erg. Die wegen, die ga ik zo niet missen. Dus nog erger dan België. Kan niet, maar het is echt wel. Ja, echt. Dus wij gaan even karren. Elke keer als we dus ergens door de straat heen lopen, dan hebben we altijd een beetje het idee alsof we door oude hand heen lopen. Door de vogelkooi. Want de... Kakatoes en de papegaaien, dat is hier standaard zoals wij de duiven hebben. En die zitten dus hier ook in de boom. Ik denk alleen niet dat ik ze... Oh, waar zit bovenin. Je? Helemaal bovenin? Ja, ik weet niet daar. Daar. Gewoon
Rood, geel, groen, blauw. Regenboog. Je ziet hem alleen niet helemaal goed. Maar die zie je dus zie je overal. Kakatoes ook enorm veel. Superleuk. We lopen nu door Haskinsen. Ik kan het nog steeds niet uitspreken, waarom weet ik ook niet. Haskinsen? Haskinsen in Jarvis Bay. Het is echt super gezellig en leuk en echt zo'n boulevard. Ja. Het sfeertje, heerlijk. Totaal dan. We gaan even wat eten, een strandje bekijken, ja. Want het schijnt hier ook een hele mooie klifstrand ding te zijn. Ja, en even, wat eten. En even wat even lunchen, juist. Want we hebben nog niet geluncht. Dit is wel echt een klein beetje jammer, want het weer lijkt een beetje om te gaan slaan of zo. 4 seizoenen in een dag. Het begint echt heel hard te waaien. Het zonnetje is ook een beetje verdwenen. Ze wouden eerst kijken of we op de boot konden, ja. Zo'n dolfijnen-spot tochtje van 1,5 uur. Maar als ik de zee zo zie, hoef ik de boot niet op. Nee, het is echt vliegen weer, joh. Even richting de lookout. Ja. En om te kijken of het witste, is dit het witste strand ter wereld? Nu ook niet, want de zon schijnt. Ik wou het zeggen. Oh, het begint heel hard te waaien. Nou, leuk joh, Jarvis Bay. En het gaat steeds harder waaien. Wij gaan terug naar de auto. Ja. En dan. Hoe gaan we lopen? Oh. En dan. Gods. Je haren weg. Hondenkak! Afknippen. En dan gaan wij. Je hebt dus nog een paar andere stranden. En je hebt dus ook Hawks Beach. En dat schijnt. Die schijnt het witste strand ter wereld te zijn. Ja. Schijnt. Dus wij pakken de vroom vroom. En we gaan even die andere stranden af. Calimero, Cabral. En weet je wat nou jammer is? We zagen het weer vanmorgen. Ja. Oh, hold up. Ja, zo, beter. 35 graden, geen wind. Oh ja. Maar ja, om morgen naar terug te gaan. We hebben even getwijfeld over die dolfijnentocht. Want we gaan in Nieuw-Zeeland ook dolfijnentocht doen. En toen dachten we, ja, vinden we dit dan waard? Ja, nee, eigenlijk niet. En het is ook nog eens morgen zondag. Het is superdruk. Het is nog steeds vakantie. Dus we hadden zoiets van. Nee, we gaan wel door. Dus op naar de andere stranden. Rectificatie. Rectificatie. Het is geen Hawks Beach. Het is Hyams Beach. De Griekse ijs zit erin. Ja. Ik zou zeggen. Oordeel zelf. Is dit het witste strand? Ja of de nee? Zonnebril op. Ik ben het er niet mee eens. Ga je nou iets zuidelijker rijden? Vanaf Haskinsen in Jervis Bay. Dan kom je dus op Boudery National Park. En heb je dus ook de Botanical Gardens. Die werd dus nu genoemd. Maar het probleem wat wij nu hebben in ons hoofd. Ja. Het heet de Boudery. En waar zingen wij dan? Op de Boudery. Dus. Wat zeg je? Zit een. Hoe gaat die? Op de Boudery. Ja, de Quakery. Ik heb geen idee. Zit een ganse Quakery. Ja, we zijn een beetje Engels gebaard hier nou. Dus wij gaan naar de Botanical Gardens. We hebben de volgende lookout die op wandelkaartje staat aangegeven. Over de rotsen heen. Maar dit is mijn lookout. Oh, joh. Ik ga erbij zitten. Allemachtig, wat prachtig. Klein beetje anticlimax lookout. Ja, een klein beetje. Oh, kijk uit. Oftewel, look out, daar gaan we.
ik er wel langs zien te komen voor, zonder dat hij van mijn bus springt. Wel heel prettig. Wat zeggen we dan? Goed verhaal. Nou, juist. Voor nu was dit deel 2 ja. van Australië. God, het is zo groot. Dus we... Goed, dus we gaan hem wederom lekker opsplitsen. Ja. Dus tot ziens bij deel 3. 3.